Brabant afkomstig is. Dat is toch die jongen van... Het is een nacht, die ja, toch? Dat, ja, die, ja, maar hij zingt het niet zo hoor, zoals jij het zegt. Oh, maar anyway, zo'n ontzettend leuke feestje. Maar ik wil hier heel graag een stukje van zien. Dus het is Guus Meeuwis. En Vagant. En Vagant. Ja. F-A... Nee, V. V-A-G-A-N-T. V-A-G-A-N-T. Ja, het is een soort van minstreel, zoals dat heet. Een minstreel, ja. Zo'n man met zo'n luid. En dat ben met jij ook. Van de gitaar. Nou, ik ben Guus Meeuwis en de Vagant... Dat oh, jij bent Vagant niet. Ja. Oh, dat zijn die andere boys. Ja, maar ik ben eigenlijk ook Vagant, ja. Jij hebt al in Wie ben ik gezeten. Ja, nog niet, hè? Dus jij hoort erbij. Ja, ik ben je gewoon... Je bent in de club, man. Je bent... Geïnaugureerd in de pretfabriek, echt. Ja, ja. Ja. Je bent in één keer... Hup, meteen, binnen. Ja, ja, ik nog nooit, hoor. Niet? Ik ben nog nooit in Wie ben ik geweest. Dat vind ik wel echt zielig. Dat je tegen een student gaat lopen klagen dat je nog nooit in Wie ben ik bent geweest. Ik vind het toevallig vervelend dat ik voor dat soort dingen niet gevraagd word. Dat vind ik vervelend. Ik kan je geruststellen, Harry. Je wordt er zo vaak voor gevraagd. Je bent 6 keer gevraagd de afgelopen half jaar, maar ik zeg het af. Tom? Ja. Zeg je dan af? Ja. Je weet hoe leuk ik dat vind. Ja, het spijt me voor mij de krent in de pap. Ja, maar ik ga geen risico's lopen dat jij tegen Arnie komt van goede tijden, slechte tijden. En je verliest. Je gaat om het meedoen daar, nee, jongen. Nee, het is heel slecht voor het image van ons programma. Jij gaat niet in Wie ben ik. Ik ga wel in Wie ben ik. Jij gaat niet in Wie ben ik. Wel in Wie ben ik. Wij gaan naar Kees van Drongelen. Meneer van Drongelen, ik heb een paar dingen meegenomen. Zo. Om u even te laten zien. Is dat goed? Ja, prima. Ik pak even de eerste. Ja. Pak het even. Schilderij? Het is een schilderij. Zo. Het is één. Zo. Ja. Isaac Israël. Ja. En dan heb ik hier nummer 2. Ja. Ja, dit lijkt wel een vaas. Ja, en deze. Moet een uurwerk zijn. Ja, en nou is de vraag aan u. Wat is er hier nu kunst en wat is er kitsch? Dan doe je het weer, dan haal je hem weer weg op Moment Supreme. Kees gaat het nu zeggen. Je moet Kees niet lastigvallen met troep. Jij bent gewoon eventjes in een decorhal geweest. Je hebt het rotzooi bij elkaar gesleept. Kees maakt een aardig programma tussen kunst en kitsch, waarvan de essentie is dat er altijd tussen de spulletjes opeens een Rembrandt kan opduiken. Ja, nou ja, die kon ik even niet krijgen. Nee, en daarom gaan wij weer naar Guus Meeuwis. Hoe heet het liedje ook alweer? Het is een nacht. Het is een nacht. Ja, goed. Ik zou het leuk vinden als jij even het refrein doet en ik doe het koor in de achtergrond. Oké, dat kunnen wij wel even doen. Ja? Ken je de teksten? Nou, ik ga het proberen. Als ik een bijdrage geef ik een gil. Ja, dat is goed. Maar wanneer zet ik in? Gewoon dat gelijk is het punt. Met mij. Ik zet gelijk in met jou? Ja, dus ik zing Het is een nacht. Ja, en dan? Die je normaal alleen in films ziet. En dan? Ja. Ik tel af, komt ie. 3, 2, 1. Het is een nacht. Ik was te laat. Sorry, ik was te laat. Ik wil je er wel even bij blijven? Ja, ik was te laat. We gaan weer. 3, 2, 1. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Ja. En klappen. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied. Ja, en nu? Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik een... nooit beleven zou. Sorry, ik ben de tekst hier kwijt. Ja, het dat is dacht ik, daarom moet ik het even repeteren. Daarom zit ik naar jou te kijken. Ik ben hier de tekst kwijt. Oh, oh. Het is bijna te pijnlijk om op in te gaan. Ja, sorry, ja. Ik wist het even niet gewoon. Ja, ik had even een blackout, even vacuüm, even zwart. Elk dit lied is bekender dan Sinterklaas Kapoentje. Elke scholier in Nederland kent de tekst van dit lied. Nou, gefeliciteerd dan. Ik heb even een blackout. Mag ik? Daar schaam ik me niet voor. Nee, dat is jouw probleem. Jij bent de schaamte voorbij. Ken je dat boek? Alleen als er een film van is. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht. Die wordt bezongen in het mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht, binnenrijm, dat ik hem nooit beleven zou. Ja. Maar vannacht beleef ik hem met jou. Oké. Ja? Heb je hem, denk je? En dan gaat er oh oh of zo, hè? Dat mag jij doen. Nee, dat moet jij ook met mij doen. Oh, ik wou hem jou gunnen. Oh, oh. Ik wou de oh oh jou gunnen. Want jij wou de oh oh aan mij geven? Daar wordt meestal om gevochten, hoor, om de oh oh's. In het circuit. Ja, oké. Okay. In het circuitje wordt onder de OO gevonden. Vreselijk. Oké, okay, daar gaan we weer. Ja, daar komt-ie. Het binnenruim vind ik ook mooi. 3, 2, 1. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Zo, genoeg gezongen. Tot zover de muziek. Nou, het is weer de hoogste tijd voor voetbal. Nou, we gaan kijken naar de prognose van Ferdy Vierklauw.